Ah, nou. Ik schenk nog eens een bakje in, hoor. Ja, mij ook, meid. Gaat maar niet over, joh. Hoezo? Drink het nooit meer. Nou, dan kan je nooit meer naar de Griek. Tuurlijk wel. Je kan die mensen toch niet beledigen? Doe ik dat dan? Een drankje weigeren, dat is een belediging voor een gastvrijheid. Nou, dat moet dan maar. Soufflaki. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar het smaakt precies als havenpens. Ja, nou geef mij maar soufflaki. Ja hoor, daar zitten de dames hoor. Ja, dat komt ervan als je de beest uit gaat lopen hangen. Ja, dat moet jij nodig zeggen. Ja, maar ik kan er tegen. Oh, nou, ik wil jou wel eens zien. Na 3 glazen hoezo. Hoezo, hoezo? Dat is Griekse pano, ja. 40%. Daar moet je ook vanaf blijven van dat Griekse spul. Een Hollander drink je never. En een Hollandse hooguit een citroentje met suiker. Dat maken we zelf al uit, Jaap. We zijn volwassen vrouwen die weten wat ze doen. Jullie zouden alleen naar de film. Ja, nou ja, het kan wel eens een keertje anders lopen dan gepland, hè. Toen we in de film zaten, kwamen we ineens helemaal in de Griekse stemming. De Griekse stemming? Ja, ja, nooit op zondag. Van Meline Mercouri. En toen zei ze hem, kom op, mijn, we gaan nog even naar de Acropolis. Die is tot 12 uur open. Die stokvis moet ook wijzer wezen dat hij zijn eigen vrouw meeneemt naar Katendrecht. Dat is toch tot daar aan toe. We zijn niet meegenomen, we zijn uit eigen beweging gegaan. Nog erger. Hij moest er voor zijn werk heen, hoor. Zijn werk? De culinaire rubriek. Schijn nou eens uit. In de Bruine Rotterdam. Jongen, 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 jongen. Wil het er een beetje in blijven? Wat? Het eten natuurlijk. Zo heet die rubriek. Hè? Ja, dat vraagt een ober toch wel eens. Wil het er een beetje in blijven? Nou, dat is aan mij nog nooit gevraagd. Wat eet jij nou buiten de deur? Nee, ik eet binnen de deur. Behalve vanochtend, Rara. Hoe kan dat? Ik heb het even niet gered, Jaap. Mag het een keer in 20 jaar? Oeh! Ja, dat je het al 20 jaar met zo'n man uithoudt. Nee, zus Stokvis, dat ik het al 20 jaar met haar uithoud. Daar moet op gedronken worden. Ben je er eindelijk, joh? Meiders, en volgende week gaan we naar Amsterdam. Dan heb je ook een Acropolis en die schijnt nog beter te zijn. Ah, afgesproken. Niks afgesproken. Wat is er verkeerd aan boerenkool? Van alles. Eet Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. In Athene is toch ook geen Rutex? Maar wij halen al die gasten hier maar naartoe. Al die buitenlanders hier, zie je komen, is juist goed. Want het geld dat ze hier over verdienen, geven ze hier ook weer uit. Wel, nee, dat sturen ze allemaal naar die bergdorpen daar ook. En daar krijg je dan weer scheve verhoudingen onderling, hè? Dat er eentje van die poen een nieuwe tractor koopt. Vindt een ander dan weer niet goed. Gaan ze mekaars kippen lopen vergiftigen. Goeiedemorgen. Nikos. U wist toch van mijn komst? Ja, ja, kom maar hier hoor. Zo, dat is geen kleine beroerte. Ja, 20 tafellakens en de servetten ook erbij. Ah, dat is 7 kilo, Mikos. Dat is 2 machines is 2,50 gulden. Goed? Geen probleem. Kassa. En na het nuttigen van een heerlijk hellenistisch toetje, Gala Tobo Eriko, ja, werden we door gastheer Mikos Papadopoulos verrast met een optreden van het trio Helleniek, waarbij Mikos zelf de Sirtaki danste. François Boulanger. Hé? Ja, dat is mijn culinaire pseudoniem. En dan komt er onder natuurlijk nog een recept van een van die specialiteiten van Mikos. En in dit geval dus de Taurus Genitalis. En dat heet dan, wil het er een beetje in blijven? Ja, ja, de snuifschot. Ik had zelf, bon appetit, maar dat had de avenue ook al. Plus, als het niet tevreden is, dan klopt het niet ook. Simon, de Bruine Rotterdammer is toch een krant van de riool? Ja. Wat heb een eetrubriek daar dan mee te maken? Alles. Jij als putjeschepper hebt toch helemaal geen smaak? Nee, zo'n smaak zou jij hebben. Jouw smaakpapillen worden onder de grond toch aangetast door die vreselijke lucht? Die lucht is geweldig. Ja, voor jou misschien, maar niet voor een normaal mens. Jacobus, wij zijn er nou eenmaal de expert. Hè? Ja, al het voedsel komt uiteindelijk bij ons terecht, ja. Wij zijn de onderste schakel in de voedselketen. Na ons begint alles opnieuw. Dus het gras, ja, dat groei van de mest van mijn souvlaki wordt gegeten door de koe waar jij uiteindelijk je Hollandse biefstuk weer van hebt. Dus biefstuk eten ken je ook al niet meer.
Hé, meneer Harmsen, ik zeg net tegen Simon hier ook. Die buitenlandse invloeden, het moet nou toch niet gekker worden. Is die Grieks wezen eten souvlaki en ook nog een toetje? Ik zeg, houd toch op met die flauwekul. Een flauwekul? Koeibaan. De Griekse cuisine is dermate verfijnd dat het voor moeder en mij altijd een genot is om tijdens ons bezoek aan Attica daar het een en ander van te savoureren. Dat wel natuurlijk. Wij hebben aan de haven van Piraeus een tavernica ontdekt. Daar wordt gekookt door een 93-jarige Cretensische dolmadraaier. Zalig. Aan het eind van de avond loopt het tzatziki je oren uit. Ook dat? En dat alles dan besprenkeld met ettelijke flessen Retsina. Ja, ik moet moeder altijd op mijn rug terug naar het hotel dragen. Retsina's, meneer Harmsen, Simon Hiro, die zit een stukje te schrijven over dat eten bij de Acropolis. Ik zeg, vergeet niet erbij te zetten dat Retsina's het lekkerste is van heel Griekenland. Bedankt voor de tip, Jaap. Een vriendje stokvis. De Acropolis in Athene. Kun je daar eten dan? Nee, dat is hier zo op de kaap, hoor. Nee, je waant je eigen zo onder de olijfbomen. Werkelijk? Ja, ik ging op de kleine pas. Ik zeg, gaan jullie maar, want ik kon het al. Daar moet ik naartoe, hè? De Griekse sfeer weer eens proeven. Ten slotte is Griekenland de bakermat van onze beschaving. Ja, en is dat een beetje wat, meneer Harmsen, die bakermat? Die legt daar al in alle huizen natuurlijk achter de deur. Dat de koeiman! De bakermat! De oorsprong, daar waar alles begonnen is. De democratie, de kunsten, de retorica. De lage landen zouden zonder de invloed van de oude Grieken niet meer dan een door de Batavieren beheerste modderpoel gebleven zijn. Simon, wat zei ik je? Nou, niet dat wij die graad van perfectie ooit bereikt hebben. Neem ons parlement. Vandaag de dag bevolkt door niet meer dan een stelletje ongeletterde mompelaars. Terwijl de Athener Agora bevolkt was door louter briljante sofisten. Zoals een Protagoras bijvoorbeeld. Vind je stokvis? De grootste sofist van zijn tijd, hoor. Het was namelijk zo dat de jonge Hippocrates namelijk kwam in alle vroegte bij Socrates binnengestormd om verrukt de komst van deze Protagoras te melden. Die kennen we wel eens bij Plato. Staat bij mij ook in de kast. Ja, het is namelijk zo, wij in de riool doen het altijd zo, houden we altijd de sofist van de week. Dat is een wedstrijd wie het beste sofistische verhaal kan ophangen. En eerlijk is eerlijk, ik ga het dan meestal met de eerste rijken. En dan loop ik de rest van de week dus met een hele mooie lauwerkrans om. Ik sta paf. Dat vriendje stokvis. Ik vind het goed gemaakt. Jij komt vanavond naar d'Avenue Concordia. En jij doet mee met Hapjes en mij aan een filosofisch treffen waar wij gedrieën elkander de loef proberen af te steken met briljante, sofistische hoogstandjes. Heel graag. Ja, en daar zou ik dan gaarne mijn filosofische steentje aan hebben willen bijdragen, meneer Harmsen. Goeie maar. Ja, want ik ben zelf persoonlijk een groot kenner van de Protagoras. En die heb ik ook opgezocht op de radio. Op Radio Athene is die op zondagavond naar het nieuws van 7 uur 10 minuutjes Protagoras. En nou, wat je dan niet allemaal hoort. Koeiman Protagoras. Het is van 4 eeuwen voor Christus. Oh, nee, ja. Maar dan is het zijn broer, want deze kent er ook wel van, hoor. Ja, dat is waar, want Jaap is zelf ook een hele behoorlijke sofist, hoor. Ja. De werkelijk vriendje stokvis. Ja, Nel wordt er wel eens gek van, maar daar gaat het nou niet om. Hè? Dus misschien toch wel een goed idee dat Jaap vanavond ook een duit in de filosofische zak doet. Ja, een andere keertje dan, Simon, want vanavond ken ik niet. Hè? Kegelen? Ik ga er ook niet. Ja, dan moet ik helemaal gaan, want anders staan de jongens met te weinig. Wat nou belangrijker, de jongens of de baas? Dat is dan afgesproken. Zorg ik voor een paar heerlijke flesjes Ouzo. Dan maken we er een mieterse avond van, hè? Heel graag, meneer Harmsen, heel graag. Simon, ik ken toch helemaal niet sofisten, bedenk iets. Maar Jacobus, ik ben bezig, man, de raderen draaien.
nog één keer. Alsjeblieft, zus. Ik heb hem geloof ik nou al 20 keer gehoord. Nou, de laatste keer. Je hebt hem net een uur, hij is nou al grijs gedraaid. Nog even, je hoort de onderkant. Nou, kom op, koken. Nou, dan neem ik hem mee naar boven. Goedenavond. Mikos! Nou, je bent net op tijd. We gaan sluiten. Kijk eens, Mikos. Oh, fantastisch! Dat was de laatste die ze hadden bij Simonis. Ik heb ook een verrassing. Kijk eens, Mikos. Oh, wat heb je daar? Taurus genitalis. Ah. Mijn specialiteit. Net bitterballen. Ja, maar veel pittiger. Dat komt door de kruiden van Lesbos. Oh. Laat ik iedere week over komen. Au, boskruim. Lesbos is een eiland, hè. Komt ook hele mooie keramiek vandaan. Oh, potten en zo. Nou, wat krijgen jullie van mij? Nou, Mikos, ik weet wat. Als jij nog één keer de Sitaki danst, dan hoef jij niet te betalen. Zus, die man moet de hele avond nog. Wel nee, hè, Mikos? Laat maar draaien. Nou, dat wordt een duur dansje. Ach, ik ben de baas. Papa! Everybody dance Sitaki! Is dat hier weer allemaal een flauwekul? De Sitaki, de nationale Griekse dans. Allemaal overbodige frivoliteiten. Het ware Griekenland komt vanavond aan de beurt op de Avenue Concordia. Ja. Ja, want wat wil namelijk het geval? De heer Harmsen zegt vanmiddag tegen mij, hij zegt, Kooijman zegt hij, hij zegt, wij gaan er vanavond bij mij thuis filosoferen. Hij zegt, jij komt er wel eventjes mee filosoferen. Ik zeg, graag, meneer Harmsen, als ze me dan maar wel gaan sofisten. Sofisten? Ja, dat weet jij niet, maar dat is het hoogste wat je kan bereiken met filosoferen. Maar Jaap, jij kan toch helemaal niet filosoferen? Simon, kom me straks even lesgeven en dan moet jij eens kijken. Je kan toch niet even leren filosoferen? Nee, jij misschien niet, maar ik wel. Na vanavond kan Harmsen nooit meer omheen. Jaap, doe nou in hemelsnaam een keertje gewoon. Nou, mevrouw Kooijman, filosofen waren ook maar heel gewone mensen. Natuurlijk, de gewone man zegt er het zijne van. Wil toe in Taurus genitalis? Ik ga liever gewoon dood. Zeg, Mikos, wat is het eigenlijk? Taurus genitalis. Nou ja, maar wat betekent het eigenlijk? De testikel van een stier. Ik wil mijn eten dus niet bederven. Simon, een kopje? Heel graag. Gewoon die ook. Moet jij niet? Nee. Ben ik dan als enigste verkleed? Ben ik blij. Hé? Ja, dat is een kostuum van de havenstad operette hoor. Zo? Ja. Plus, je koopt. Kijk, ik ben zelf vrij goed in sofisme. Ik train elke dag in de Rio. En het is toch jouw eerste keer. Ja. Dus als het niet zo goed gaat, de kans is klein natuurlijk. Heel klein. Hè? Minimaal. Met dit kostuum. Daarom, dan heb je altijd de pak nog. Zo is dat. Ik heb hier een heel mooi voorbeeld van puur sofisme. Simon, ogenblikkie. Kan het daarboven afgelopen zijn met dat oppervlakkige gedoe? We zijn Jaapie de Sitaki aan het leren.
Dat doe je dan maar in je eigen tijd. Ik moet leren sofisten. Kom maar. Als het een blaf. Heel verstandig. Heel goed, Jacobus. Een beetje sofist, hak ze nu en dan en knoop door. Mijn idee. Nou, dat is eigenlijk het idee van Alexander de Groot, hoor, Jaap. Hé? Ja, die heeft de allereerste knoop doorgehakt, hè? De Gordiaanse. De Gordiaanse. Ja, maar daar gaat het nou niet om. Jammer, want ik ben goed in Alexander de Groot. Jawel, maar voor Harms en Hopjes moeten we het natuurlijk een beetje simpel houden, hè? Uiteraard. Goed, Jaap, het sofisme nu heeft eigenlijk niet zo'n goede naam, want betekent drogreden. Oh, ja joh, wat moet het dan? De oorsprong echter... De bakermat. ...was het doseren van kennis en wijsbegeerten die van nut voor het leven waren. Doseren, doseren, dat je weet wat de dosis is. Ja, ook, natuurlijk, ook. De sofist schept genoegen in het vinden van bewijzen uit het ongerijmde. Ah, mag niet rijmen. Nee, nee. De sofist bewijst bijvoorbeeld dat men van afzonderlijke zandkorrels nooit een heuvel kan opwerpen. Niet? Nee. Eén zandkorrel vormt immers geen heuvel. Voegt men er één korrel bij, dan wordt het samen nog geen heuvel, want twee korrels is geen heuvel. Logisch, hè? Evenmin krijgt men een heuvel als men er nog een korrel bij legt. Enzovoort. Enzovoort. Dus kan men door het toevoegen van telkens één nieuwe korrel geen heuvel maken. Is dat het? Ja. Maar dat klopt niet, want als je maar tijd van leven hebt, dan krijg je uiteindelijk natuurlijk toch een heuvel. Wil jij het beter weten dan de boekie? Nee, nee, nee. Ik vertel dat verhaal aan Harms, hij zal niet weten wat hij hoort. Nee, ik hoop eens. Harms hebt de boekie natuurlijk ook. Je moet wel origineel zijn. Origineel zijn? Ja, dat je zelf al verzin. Zelf al verzin? Ja. Bijvoorbeeld een variatie op dit verhaal. Oh. TBC, cholera, syfilis, lepra, droge en natte. Beriberi. Dus, ziekte in het algemeen. Is dat iets goeds of iets slechts? Dat, iets slechts natuurlijk. Nee, niet voor de medische stand. De hapjes, briljant, ga door. Inbraak, moord en doodslag, diefstal, misdaad in het algemeen. Is dat iets goeds of iets slechts? Ha, iets slechts natuurlijk. Nee, niet voor de advocatuur. Daar heb je me weer te pakken. Briljant, ga door. Veldslagen, bombardementen, belegeringen, oorlog in het algemeen. Is dat iets goeds? Of iets slechts? Iets slechts natuurlijk. Hapjes, wat krijgen we nou? Nee, niet voor de wapenindustrie. De hapjes, briljant. Dank u wel, hè, dank u wel. Helemaal niet gek voor een butler. De hapjes. Zoals u wel. Dat heeft hij door altijd, hè? Door zijn succes vergeet hij zijn plaats. Ja, meneer Harris, je moet ze kort houden, hè. Verrukkelijk. Ja, Jacobus, kun je nagaan. Bij ons gooien we dit na de slag dus altijd weg, hè? Nou! De Hollander vindt het een raar idee. Ga mij de Grieken maar. Terwijl, is het toch heel gewoon om de kloten van een stier op te eten? Hopjes. Jaap wil er nog één. Nee, strakkie. Ik doe het eerst even met sofisme. Koeiman, de uitmonstering is veelbelovend. Ik ben reuze benieuwd. Anders ik wel. Ja. Meneer Harms. Heb de RET een wagenpark? Ja, maar natuurlijk, Koeiman. Nee! De RET heeft geen wagenpark. Wat vertel je me nou? Eén bus... is geen wagenpark. Ja, dat weet ik ook wel.
Voeg men er een tweede bus aan toe, dan heeft men nog steeds geen wagenpark, want twee bussen is geen wagenpark. De koeibaan, waar wil je heen? Evenmin krijgt men een wagenpark door er een derde bus aan toe te voegen. Want drie bussen is geen wagenpark. Enzovoort. Door er steeds één bus aan toe te voegen, krijgt men geen wagenpark. Maar koeiman, hoe komt het dan dat de RET wel een wagenpark heeft? Ja. Simon? Ik werk in de rioljekopers, ik weet nergens van. Nou? Ja, ik heb het uit een boekje van Simon. De boekie? Ja, het is een variatie op de zandkorrel. Dus je hebt het helemaal niet van jezelf? De hapjes laat je Kooiman even uit. Mag de heer Kooiman, om het leed te verzachten, dan nog wel een taurus genitalis, meneer? Nee. Vriendelijk bedankt, vriendelijk bedankt. Dat ben je gek, dat kostbare voedsel. Zo is dat. Ja, maar meneer Harmsen, Jaap moet wel helemaal in zijn eentje naar huis op de Solex. Ja, vooruit dan maar. Ja, Harmsen. Afrietje Stokvis. Jaap heeft een verrassing voor u. Hij heeft namelijk heel graag goed maken. Oh, laat het. Vooruit dan maar.